Suriname gaat na 15 jaar weer een landbouwtelling houden. Een landbouw- of agrarische telling is het belangrijkste middel om structurele gegevens in de agrarische sector te verzamelen. De Voedsel- en Landbouworganisatie, FAO, beveelt aan dat er eens in de 10 jaar zo'n telling wordt gehouden. Vandaag is het ministerie van LVV tijdens een eendaagse workshop ingegaan op de geplande uitvoering van de 6e agrarische telling. Het Green Climate Fund heeft op verzoek van het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu een bedrag van bijkans $1 miljoen beschikbaar gesteld voor projecten om stedelijke gebieden in Suriname te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Het programma is onderdeel van een regionaal programma van 4 landen in het Caribisch gebied. Het doel is om landen te ondersteunen bij het ondernemen van acties die het risico van schade en milieurampen moeten verminderen. De afdeling personeelsbeheer van Binnenlandse Zaken is onderdeel van het administratief-rechtelijk verkeer voor het screenen, bijhouden en corrigeren van alle personele beschikkingen en resoluties. De afhandeling van deze personele stukken geschiet echter nog heel inefficiënt en leidt tot grote achterstanden in het verwerken van stukken en tot onzekerheid bij landsdienaren. Middels trainingen en informatiesessies zullen in de komende dagen de verschillende standaardmodellen binnen het standaardiseringstraject worden gedeeld met de functionarissen van de verschillende ministeries.